De Nederlandse zwemmers zijn de kou ontvlucht en hebben gekozen voor een verre reis naar een mooie locatie. Phuket, het grootste eiland van Thailand. Populair bij vakantiegangers vanwege de natuur en andere zaken. In het noorden van Phuket, op ongeveer een kwartiertje rijden van de luchthaven, ligt Thanyapura, een fraai sportcomplex. De Duitse eigenaar investeerde voor vele miljoenen in dit resort en de sportwereld begint de locatie te ontdekken. Je kunt er van alles, voetbal, beachvolleybal, basketbal, boksen, tennis, indoor en outdoor. Noem het allemaal maar op. En waarom is het voor die Nederlandse zwemmers zo interessant? Daar zijn de hotelkamers en na een wandeling van 1 minuut kom je in dit zwemparadijs. Een 25 en een 50 meter bad. Heerlijk in de open lucht. In deze omgeving bereidt Ranomi Kromowidjojo zich voor op het nieuwe seizoen. Even had ze wat afstand genomen, nu geeft ze weer gas. Ze is de Olympisch kampioen op de 50 en de 100 vrij. En dat zwemt toch even anders. Tot 2012 had ik natuurlijk één groot doel, dat is bereikt. Dan ga je altijd weer doelen verstellen en nieuwe doelen stellen. Maar er is ook een zekere rust of zo. Dat het gewoon het is gehaald en we gaan nu weer verder kijken. Alle dagen is er stevig getraind, behalve vandaag, de zondag, een rustdag. En dus is het tijd voor een uitstapje. De zwemmers bezoeken een paar eilandjes voor de kust van Phuket. Het Nederlands team heeft hier in Thailand gezelschap gekregen van de Italiaanse toppers Manini, de man in de gele zwembroek, en zijn vriendin Pellegrini. Ze gingen ook mee op het uitstapje van vandaag. En er is nog een bekende zwemmer, Pieter van de Hogeband. U hebt het vast wel gehoord of gelezen in de roddelbladen. Pieter en Ranomi, wat was daar ook alweer mee? Volgens mij ben je hartstikke verliefd. Ja, klopt. ja, op een manier die wij heel goed kennen. Ik denk het ook, ja. P van de H, ook Olympisch kampioen. Ja. Happy couple. Ja, er is iets opgebloeid en dat gaat goed. Over het privéleven van die twee willen we het hier verder niet hebben, maar het is wel een mooi gezicht om de huidige Olympisch kampioen in dezelfde baan te zien dobberen als de oud-Olympisch kampioen. Van de Hogeband is hier op uitnodiging van Jaco Verharen, die het nuttig vindt dat Van de Hogeband zijn kennis deelt met de nieuwe generatie zwemmers. Van de Hogeband als mentor. Hij ziet de dingen heel scherp. Dus hij kan heel goed gedrag, maar ook techniek observeren. Ja, en daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Ook wij als coaches trouwens. Nou, Ranomi is hij geloof ik iets meer dan een mentor momenteel, hè? Nou, laten we het houden op een mooi mentorschap. Ja, is toch alleen maar leuk dit? Ja, geweldig. Ja, volgens mij wel. Gelukkige mensen zijn mooie mensen om naar te kijken. En ik zie hier alleen maar gelukkige mensen. Ranomi Kromowidjojo heeft door het winnen van Olympisch goud een bepaalde rust gevonden. Alsof ze zich niet meer hoeft te bewijzen. Zij is de absolute top. Maar die nieuwe status heeft het leven er ook niet gemakkelijker op gemaakt. Ik ben niet mensenschuw of mediaschuw, maar ja, niemand kan je vertellen wat er op je afkomt als het gebeurt. Vanuit Nederland is het natuurlijk een gek huis, maar ook vanuit de hele wereld, de zwemwereld, die stort zich echt op je. Mm-hmm. Niemand kan je adviseren. Ja, mensen kunnen je adviseren hoe ermee om te gaan, maar je moet dat zelf uitvogelen. Het belangrijkste is gewoon zo dicht mogelijk bij jezelf blijven en jezelf niet anders doen dan je bent. Leren nee zeggen af en toe? Ja, klopt. nee zeggen, dat blijft moeilijk. Mocht ze in de verleiding komen om toch af en toe ja te zeggen, dan zal hij wel ingrijpen, Marcel Wouda. Sinds Jaco Verharen heeft gekozen voor alleen het technisch directeurschap, is Wouda de verantwoordelijke man in Eindhoven. En ook de man dus die Kromowidjojo moet helpen om haar positie aan de top te handhaven. 53, je kan nog iets beter zetten bovenin. Ja? Oké. Okay. Hey, blijf wel mooi zwemmen, goede ligging houden. Let erop dat je niet te snel die schouder tegen het water aan duwt. Oké, Ranomi, hou hem mooi hoog. Goed zetten. Oké. Hij is zeker niet hoger die laatste, dus je hoeft niet harder in tempo. Maar het zwemmen was wel echt goed. Lekker hoog op het water, prima zo. Tijd.
Kromowi Jojo vermaakt zich wel in Phuket. Er is ruimte voor ontspanning. Maar ze is vooral weer bezig met zwemmen. Ook met de details van het zwemmen. Bijvoorbeeld de finish. In Londen was die, ondanks het goud, niet perfect. 1/100ste kan het verschil maken. En als je dan zo finisht, in plaats van met je vingertoppen strekken, dan kan dat zeker 1 of 2 tienden schelen. En dat is wel ontzettend veel. Dus dat is gewoon een kwestie van nu echt heel bewust opletten. Want je zou zeggen, dat wist je voor Londen ook wel al, maar dat overkomt je. Ja, dat is lastig te zeggen. En dat is denk ik het geval van finale zwemmen. Dan is het toch, dat is toch anders dan een gewone wedstrijd of een gewone finale zwemmen. Een Olympische finale brengt dan extra spanning met zich mee. Is het allerbelangrijkste ooit, wat waarschijnlijk ooit gaat komen. Ja, dan ga je fouten maken. Het zegt veel over Kromowi Jojo. Goud winnen, 2 keer zelfs, en dan zeggen dat je fouten maakt. Die kritische houding heeft haar veel gebracht en zal haar in de toekomst nog wel het een en ander opleveren. Ik vind dat ze heel mooi aan het zwemmen is. Ook heel geconcentreerd aan het zwemmen, goed bezig met techniek. Ja, zeg maar alle punten die je graag ziet bij haar, daar is ze heel goed mee bezig. Dus wat dat betreft komt dat goed.